Oké, naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ik ga naar rechts. A, G, D, Q. Heel leuk voor je. Heel leuk voor je. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh, nee. Yo, yo, Dreamgeezers. Mijn naam is Link en leuk dat je kijkt naar de nieuwe Super Mario Maker 2 video. Wij zijn op een missie om alle mapjes van AGDQ 2020 uit te spelen. We hebben er al een paar uitgespeeld en daarvan kan je een paar zien in de beschrijving. En vandaag spelen we het mapje Well in the Quirky Black. Ik heb geen idee hoe het uitspreekt, maar we gaan het gewoon spelen. En als je de rest van de AGDQ mapjes wil zien dat ik ze allemaal uitspeel, of in ieder geval een poging doe tot, abonneer dan gewoon op mijn kanaal, weet je. Want het is gewoon gratis en leuk en prima en hopelijk komen we nu op een plek waar ik heel tevreden van ben. Moet ik deze jump in één keer halen? Of wat is precies de bedoeling? Oké, wat moet ik doen? Help? Geen idee. Er gebeurde zoveel! Dus ik moet gewoon deze jump halen en hierin staan. Dat is niet heel moeilijk. Maar, en dan moet ik hierop staan. Dat is ook niet heel moeilijk. Dan gaan we hier op springen. Dan moet ik wel A opnieuw indrukken. Zo. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, my god. Oh, oké, die gingen heel snel. Ik moet er voor mij in één keer overheen springen. Oké, go. En go. Oké, ik kan wel een klein jumpje doen. En dan nog een kleine jump. En dan komen we denk ik best wel ver. Zo, klein jump, klein jump, klein jump. Oh, wat moet ik doen? Een teammunt. Ik zag een teammunt en ik ging erheen. Wat moet ik daar doen? Moet ik dan weer over die swamp heen springen? Wacht, maar niet het gevoel dat ik weet waar ik heen moet in dit level. Maar goed, over jou heen springen. Over jou heen springen. Over jou heen springen. Over jou heen springen. Op je. Dan moeten we op de Goombi Troompi. En dan daar links. Ik weet dat het een Goomba is. Chill kotetjes. Ik weet de echte benaming heus wel van de dingen waarvan ik hem moet weten. Maar van... Oh, waar blijft hij? Waar blijft hij tromp? Oh, hij moest hem even triggeren. Oké, 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 oké. Oh, dan moest ik naar links. Ik moest naar links. Ik kan hem nu niet meer halen. Nope, ik ben hartstikke dood. Help me even. Help me. We gaan dus hierop. Dan gaan we hierop. En er stond inderdaad een pijltje. Er stond inderdaad een pijltje. Oh mijn god. En dan moeten we daar een klein jump. En dan een groot jump. En dan weer naar beneden. Dit is toch niet wel best wel het meest rommelige level die ik heb gespeeld. Het waren hele complexe setups en zo. Als je eenmaal speelt. Hij is niet moeilijk of zo. Niet per se dat hij moeilijk is. Maar hij is heel onoverzichtelijk, vind ik. En dat is wel een beetje de nare mannen. Oh mijn god, ik ga naar de vijn. Ik ga naar de vijn. Ik moet niet meer naar de vijn. Oh, ga ik goed? Ik heb geen idee. Ik deed het voor mij goed. Ik deed het voor mij in één keer goed. We hebben een checkpoint. Oh my god. Oké, dat ging best wel snel, vond ik. En dan gaan we weer terug. We gaan weer terug. We gaan op jou springen. Ik weet niet waar ik heen moet. Nee, 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 nee. De teammunt. Oh, dan moeten we daarop springen. Dat is zonde. Stop, weet ik veel dat hij deze weg ging. Oké, we hebben de checkpoint. Dat vind ik al echt een wonderbaarlijk achievement. En dan moet ik niet weer doodgaan. Maar dat hebben we beneden is wel echt een leuke setup. Dat zeg maar eerst eentje naar je toe komt. Dan spring je weg. En dan komt er een nieuwe achter je aan. Dat hebben ze echt leuk gemaakt. Dan gaan we hier naar beneden. Pakken we het muntje. Oh, het muntje is een indicatie. Dan springen we op de mol. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ik ging alle blame geven op mijn neus. Ik had ineens op die jump ook jeuk. Oh, gossie, 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 gossie. Er komt ineens op die piranha plant. Kom ineens bij mij erop. Are you actually shitting me right now? Oh. Nee, ik stoot mijn kop. Nogmaals, ik wil zeggen, hij is niet heel moeilijk hoor. Ik denk het allereerste map die ik toen heb gespeeld, is de moeilijkste die ik heb gespeeld. Die vind ik nog steeds heel naar. Die vind ik nog steeds heel naar, die piranha plant die ineens naast je staat. Ik vind dat een hele nare truc. Oké, we gaan weer de pijp in. Dan gaan we deze dingen even juken. Moet ik wel gewoon lekker momentum houden daar. Moet je nagaan dat die speedrunner zeg maar 8 minuten had om alles te halen. En waarom ga ik niet gewoon in het midden springen? Dat kan makkelijk. Gewoon een klein beetje zigzag. Ja, omdat ik hoger kan springen. Hoe meer je rent, zeg maar. Dus als je een klein stukje extra rent, dan kan je dus één blokje hoger springen. Ik denk dat ik daarom zo gek aan het bewegen ben. Dit is me trouwens nog nooit overkomen. Ik heb echt het gevoel dat ik echt de meest domme plekken en zo nu dood ga. Dus we moeten eventjes goed concentreren. Gewoon niet meer doodgaan. Halen we gewoon even de tweede checkpoint. Dan gaan we gewoon voor easy peasy lemon squeezy. Op de mol. Dan ben ik weer aan het... Ik ben weer andere dingen aan het doen dat ik normaal gesproken zou moeten doen. Oké, we zitten weer bij het pijpje. Kan ik dit gewoon eventjes
voor de vijfde keer nu even gewoon normaal halen. Dat zou ik heel fijn vinden. Hey, zie je? Nu spring ik niet hoog genoeg. Ik moet wel dat gekke zigzag doen, anders haal ik hem niet. Doe met gekke zigzag. Dat is heel fijn, Link, dat je dat met wil doen. Maar dan moet je het ook op het laatste moment daar doen. Up is the concentration from Link Chogger. Ja. Oh, erin. Oh, die Vine, die is zo naar. Als je hem eerder deed dan je hoort te doen, dan was je fucked. En ik heb het gevoel dat ik dan ook fucked ben. Waar moet ik heen? Help me. Oh. Je kon daar weer teruglanden. Oké. Die Vine was gewoon een gigantische troll. En I love it. Ik ben blij dat ik er niet ben ingetrapt, maar I love it. I love it when you call me señorita. Oh, hey, gozertje, dankjewel dat je me even kon helpen. Wel een beetje weinig react time bij deze. Maar gaat goed komen. Oh ja, ik was vergeten dat jij kwam. Ja, en go. En waar ben ik nu beland? Oh, dan kunnen we hier op de spring. Fijn, duidelijk. Gaan we hier overheen? Oh my god. Yo, je moet springen, bukken. Wat is dit voor ongelofelijke zooi? Goed, we moeten ons gewoon goed concentreren. Dan gaan we over jou heen. Dan gaan we over jou heen. Dan gaat deze open. Dat is fijn. Dan gaat deze ook fijn. Dan wil ik heel graag hierheen. Dan moeten we op jou hangen. Ja, en dan de pijp in. Nee, je giet de pijp niet in. God damn it. Wat was dat laatste stukje? En als het laatste stukje is, dan hoop ik dat ik überhaupt de 10 minuten heb gehad met deze video. Oké, als ik zo doorga, haal ik het wel, ja. Maar ik ben echt pas 15 minuutjes bezig met het level. En dat ziet er zeg maar uit alsof het einde was. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Dat ziet eruit alsof dat het einde is. En als dat het einde is, dan ben ik gewoon hartstikke goed in soep en Super Mario Maker. Joehoe! Oké, eroverheen. En jou ook eventjes. Oh, er komt dat vuur natuurlijk ook naar je toe. Dat vind ik niet fijn. Oké. We gaan hierheen. We moeten hier op hem wachten. Ja. En de pijp in. Yes! Hoppakee. In de tweede keer scheepsrecht. Oké, naar rechts. Ik ga naar rechts. A, G, D, Q. Heel leuk voor je. Oh, mijn god. Oh, nee! Nee, waarom ging ik daar dood? Ik dacht dat ik het einde had. Gooien ze me nog zo'n ding naar mijn kop? Are you actually shitting me right now? Dan ga ik niet nog een keer in één keer halen, kan ik je vertellen. God damn it, waarom doe je me dit aan? Waar was dat nodig voor? Dat is helemaal niet. Dat gaat geen bijgevoegde waarde om dat in een leveltje te stoppen. Echt gewoon 0,0% waarde. En dat gewoon, het hoeft er niet in. En dit hoeft er ook niet. Je hoort al van mijn advocaat. Goed, we gaan weer hangen. En in de pijp moet je dan wel gaan. Nou, één voordeel hebben we wel. Stel, de video was nog geen 10 minuten. Als ik de finish daar had gehaald. Dat betekent nu wel dat ik hem denk ik nu wel ga halen. Dus de ad revenue komt er wel bij. Wil je trouwens nog op abonneren? Wat? Als je bij het begin van de video nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dat wilde ik zeggen. Dan kan dat nu altijd nog, hè. Je hebt nog gewoon kans. Tot het einde van de video, weet je, abonneer gewoon lekker. Het is gratis. En weet je, we zijn allemaal Nederlanders. En 10% van jullie zijn Belgen. Shout-out naar jullie trouwens, Belgen, dat jullie allemaal mijn filmpjes kijken. Altijd gezellig. Allee. Ik vind jullie altijd droomgozertjes. Jullie mogen ook gaan abonneren. Ook al zijn jullie niet stereotyperend gierig. Oké. Nu gaan we meteen naar rechts. En nu weten we wat ons te wachten staat. A, G, D, Q. Meuk. Oké. Ik moest gewoon eventjes nog cool houden. Bij die andere had ik nog een beetje dat ik gekke beweging ging doen, waardoor het heel close werd. Maar hier had ik gewoon mijn cool. Ging ik er gewoon lekker door. En dit was easy peasy lemon squeezy. Ik denk dat dit de makkelijkste was van ze allemaal, om eerlijk te zijn. Ik geef hem eventjes een lekker likey. In the end, behalve het hele erge onoverzichtelijke gedeelte, moet ik wel zeggen dat ik hem wel echt heel erg leuk vond. En vond je deze video ook leuk? Dan even een lekker duimpje omhoog. Vergeet vooral niet hier naast mij twee andere hele leuke video's aan te klikken. Het kan allemaal gewoon. Je kan me abonneren en merchandise kopen zoals deze muts. En ik zeg dan maar één ding tegen jullie. En dat is later.